Deze highlights worden u aangeboden door Heineken en Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Zoa goed verlengd. Hier is Jude Gla. Penalty. Penalty. Ja, absoluut. Strafschop. Absoluut. Een strafschop voor Club Brugge. João Mario gaat op de bon, de rechtsback. Penalty check. Hoef je niet te doen, beste mensen van de VAR. En Jude Gla inderdaad meteen de bal opgeëist. Ja, en net in de 16 meter. Ja, natuurlijk. Dus, wel degelijk. Het kan een memorabel moment worden voor Ferran Jutgla. En dat is het ook. De 23-jarige Catalaan met zijn allereerste goal in de UEFA Champions League. In zijn tweede wedstrijd. En Club Brugge leidt in Porto met 0-1. Wat een droomstart voor Blauw-Zwart en voor de 1500 meegereisde Brugse fans. De voorsprong is een feit. Na de penalty werd nog even gecheckt, maar was toch duidelijk binnen de 16. En dan meteen rechts staan, penalty. En dan ging hij meteen achter die bal aan. Goeie combinatie, uitstekende bal. En hier is Pepe Aquino, goed van Mignolet. Uitstekende save van de doelman van Club Brugge. Schoffelsen kan het actie maken, komt naar binnen. Schoffelsen, ja, laat hem maar passeren. Jutgla, Van Aken kan trappen, Hans Van Aken. Ai, Hans Van Aken heeft al betere schoten afgevuurd. De bal van Olsen, Van Aken. Van Aken, Jutgla aan de rand van de 16. Dat duurt wat lang, maar hier is de kans en daar is de goal. Jawel. De goal voor Club Brugge. Jawel. Soa, hij gaf de assist voor de openingsgoal. En we zijn 1 minuut en 10 seconden bezig in de tweede helft. En het is 0-2 voor Club Brugge. Kamal Soa, de 22-jarige Ghanees, geweldig alert gereageerd. En hij viert voor de eigen meegereisde aanhang. Wat een droomstart. Ook in de tweede helft. En het begint helemaal achteraan. Nee, dat is, mensen schreeuwden hier om handspel. Absoluut niet. Dan een goede actie van Schoffelsen. Meijer. Ja, goede schijnbeweging van de Nederlander. Goede voorzet eveneens. Daar is de kans op de 0-3. 0-3. Schoffelsen. Porto 0, Club Brugge 3. Wat maken we hier allemaal mee? Een schitterende goal. Een geweldige actie van Bjorn Meijer. En dan heerlijk in één tijd afgewerkt aan de tweede paal door Schoffelsen. Sergio Conceição in zak en as. Porto weet het niet meer. Club Brugge staat 0-3 voor in Dragão. En all smiles bij iedereen. Maar geweldig. 2-1 uitgespeeld. De zijkant dan man tegen man. Ja, opletten hier, want Mignolet met Borges die ging voor de verrassende poging. Jeremtjouk zoekt de dubbelpaas. Soa draaien. Soa tussendoor. Goed gedaan. Van Aken uitstekend. En Onyedika. Oh, tegen de paal. Tegen de paal, bijna. Oh, kijk eens hoe dat ze hier onderuit voetballen. En nog eens Nusa diepsturen liever. Daar is Nusa nog voor de 0-4. Jawel. Antonio Nusa zet de kroon alsnog op het werk Club Brugge. Een 4-sterrenprestatie met 4 doelpunten in Dragão. Geweldige avond voor Blauw-Zwart. Geweldige avond voor het Belgische voetbal. En bij Porto kunnen ze niet dieper wegzakken op de bank. Een afstraffing
in eigen huis tegen de Belgische landskampioen die met 6 op 6 aan de groepsfase begint. Nee, superlatieve schieten tekort voor deze avond in Porto. Werden nu aangeboden door Heineken en Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.